sta hier bij de sportschool Reesdal Outdoor. En ik ben hier omdat Robert van Malle hier traint. En hij traint hier niet zomaar, hij heeft een doel. En dat doel, dat moet hij zelf maar eens even gaan vertellen. Hey Robert! Nou, ik heb een beetje een grote mond gehad in 2016. En ik moest zelf gewoon ook wat gaan doen aan mijn conditie, want het ging hard achteruit. En ik heb een grote mond gehad en nu loop ik 27 mei de halve marathon voor Kika. Hoe gaat die dag eruit zien? Hij zou normaal gesproken om 2 uur beginnen. En dan hoop ik zo snel mogelijk erover te zijn. Dus de start is bij de kroeg. En de finish is ook bij de kroeg. En dan gaan we door de straten van Bouwbrug. De route die gaat ook nog een keer dwars door de plus. Dus gaan we langs de kassa's en aan de achterkant. Zeker, we proberen zoveel mogelijk geld binnen te halen voor Kika. En daar zijn we druk mee bezig doordat je de mensen via www.supportervoorKika mij een run kunnen steunen. Zeg maar, en geld over kunnen maken naar Kika. Maar ook bij de kroegen staat een spaarpot. In de supermarkt de plus. Er staat een spaarpot waar je flessenbonden in kan doen. De basisscholen gaan meesparen voor Kika. En zo komt er steeds meer bij. Van de week ga ik op pad voor de ondernemers. Kijken wat de ondernemers in Bouwbrug nog willen doen. Patrick, het gaat helemaal goed komen met Robert, of niet? Ja, zeker weten. Ja. In december kwam hij bij mij van dat hij met het idee zat. En ik had zoiets van, nou, als jij het echt wil doen, dan gaan we het doen. En dan moet je alles geven en dan beginnen we gewoon vanaf nul. En dus 2 januari zijn we gelijk begonnen met testen. Toen zie je waar hij nu is. Als je het nou ziet, dan de techniek is zo verbeterd. Voornamelijk de coördinatie was een probleem en er moest natuurlijk wat af. En dat is wel gelukt. Maar ik ben zelf gewoon nu super fit en ik heb er geen spijt van. Ja, de laatste 5 kilometer kan iedereen tegen een donatie meelopen om mij de laatste 5 kilometer door te helpen. Dus. Maar dan de dag die wordt afgesloten in de kroeg? Zeker, in de kroeg hebben we s'avonds een Kika afterparty met DJ Erik Dokter, ook uit de gemeente, uit Dinnenswaard. Ja. En dan wordt om 9 uur komt er iemand van Kika en die komt de check in ontvangst nemen. Hoe kunt u jou sponsoren? www.sportervoorkika.nl en dan Robert's Run voor Kika aanklikken en dan mijn naam. En dan kan het overgemaakt worden. Helemaal top. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel.